Bart, kan je vertellen wat een eendenkooi is en waar die voor dient? Dat kan ik zeker. En dan kan ik in een heel rondje kan ik dat gaan vertellen. Maar heel kort is het een plas met water met 4 vangarmen eraan. En dat is bedoeld om eenden te vangen, om op te eten. Worden die nog steeds gebruikt, die eendenkooien? Ja, zeker. Er zijn nog 105 geregistreerde eendenkooien in Nederland. Om even een indruk te geven, in het land van Altena lagen er vroeger 90 en nu nog maar 105 in Nederland. En die worden nog gebruikt. Deze kooi bijvoorbeeld wordt gebruikt om de cultuurhistorie in stand te houden en vooral om te laten zien aan de mensen, zoals we vandaag op de open dag doen. Maar van ongeveer de helft van de 105 eendenkooien wordt nog gebruikt om te vangen. En ongeveer daar de helft van doet dat ook daadwerkelijk nog om een eend op te eten. En de andere helft doet dat voor onderzoek, voor bijvoorbeeld ringwerk of voor de vogelgriepvirusonderzoek. Waarom is dit gebied maar 1 keer per jaar opengesteld? Omdat het dus een heel uniek gebied is. Je mag hier eigenlijk helemaal niet komen en dat is bij wet geregeld met het afpalingsrecht. En wij vinden het toch belangrijk om het te laten zien. Vandaar dat we 1 keer per jaar een uitzondering maken om het hier toch te laten zien. Heel stiekem maken we nog wel vaker een uitzondering. En dat is bijvoorbeeld voor schoolklassen of dat soort dingen. Om de kinderen toch dit gebiedje mee te geven in hun ontwikkeling. En stiekem merk ik dat de leraren daar vaak ook heel erg blij van worden. Dus die komen graag nog een keer terug. Zitten te slapen, eenden slapen ook dan? Tamme eenden, dat zijn onze eigen eenden, onze huiseenden. En die wonen hier op de eendenkooi. Normaal gesproken gaan eenden 's avonds weg om te eten. Komen 's ochtends weer terug naar een waterplas om te slapen. Zoals een eendenkooi. Maar onze tamme eenden die blijven hier. En die hebben de taak om andere eenden te lokken. Als die dan overvliegen, dan kwaken ze heel hard. En dan komen die eenden die komen hier naartoe. En die hebben wij nodig, want wij gaan eenden vangen. En elke dag dat we eenden vangen, raken we er kwijt. Dan moeten dus ook nieuwe eenden komen. Dit is een heel mooi natuurgebied, hè? Wat zijn hier onder andere nog meer voor dieren te zien dan alleen de eenden? Een van de kenmerkende soorten die ook opvalt voor mensen als je hier langs rijdt, altijd te zien als je je ogen maar open houdt, dat zijn de reeën. We hebben hier een relatief klein natuurgebiedje, maar door de rust die we hier kunnen handhaven en door de unieke natuurwaarden zitten hier bijna 50 reeën af en toe, tussen de 35 en de 50. En dat is voor zo'n gebiedje heel veel. Op dit moment trouwens heel belangrijk om ze met rust te laten, want ze krijgen eigenlijk nu rond deze tijd krijgen ze kalfjes, jongen. En dan zijn ze heel kwetsbaar, dus daar moeten we altijd wel mee opletten. Ik hoor jou een paar keer in jouw verhaal vertellen, de rust in dit gebied. Hoe zit het met de militaire trainingen boven dit gebied? Ja, dat is een van de dingen waar ik moeite mee heb. En daar hebben wij als Brabants Landschap ook overleg over met Defensie. Want wij hebben dus een afpalingsrecht bij de eendenkooi met een cirkel waarin dus geen verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. Alleen helaas is bij wet niet geregeld dat dat ook verticaal geldt. Dus dat geldt alleen horizontaal. En die discussie voer ik met Defensie, maar dat is een hele lange weg. Maar ik moet zeggen, we zitten nou aan tafel en wie weet dat we eruit kunnen gaan komen. Dat is wel heel belangrijk. Ja, we hebben dus een wandelpad rondom het gebied van 6 kilometer. Dit jaar gaan we ook een heel groot project uitvoeren hier in het pompveld om alle maatregelen te doen voor vissoorten waar we voor aangewezen zijn, Europees gezien. En daarbij gaan we een stukje extra inrichten en ook een wandelpad extra maken. Dus we hebben een mooie wandelroute van straks een 7,5-8 kilometer. En dan kan je eigenlijk het hele gebied wel ervaren en meemaken. Alle waardes kan je daarvan zien. Alleen we zorgen ervoor dat het binnenin rustig blijft. We hebben een lage volgeladen.